Tijdens het Dutch Burning Vogelweekend op Texel zag ik alle drie de witte reigers die in Nederland voorkomen. De grote en kleine zilverreiger en de koereiger. In deze video vertel ik jullie alles over deze drie soorten en hoe je ze zelf uit elkaar kunt houden. Ooit waren zowel de grote zilverreiger, kleine zilverreiger en koereiger echte zeldzaamheden in Nederland. Waarnemingen van deze soorten moest je ooit indienen bij de CDNA. De CDNA beoordeelt de waarnemingen van soorten die over een periode van 30 jaar gemiddeld minder dan 2 keer per jaar worden gezien. De kleine zilverreiger werd beoordeeld tot en met 1978, de grote zilverreiger tot en met 1984 en de koereiger tot en met 1996. De grote zilverreiger komt over een groot gedeelte van de wereld voor en er zijn 4 ondersoorten door de IOC erkend. Ardea alba alba, die voorkomt van West-Europa tot Iran. Ardea alba melanoringos, die voorkomt in Afrika ten zuiden van de Sahara en op Madagaskar. Ardea alba modesta, die voorkomt in Azië tot aan Australië. En Ardea alba egretta, die voorkomt in Amerika van Canada in het noorden tot aan Argentinië in het zuiden. Deze ondersoort wordt door sommige taxonomische identiteiten gezien als een aparte soort. Ook bij de IOC ligt er al sinds 2011 een splitvoorstel, maar de IOC is van mening dat er meer data nodig is. De kleine zilverreiger komt alleen voor in de oude wereld en er zijn 2 ondersoorten bekend. Egretta carzetta carzetta in Europa, Azië en Afrika en Egretta carzetta nigripis in Australië en Nieuw-Zeeland. Van de koereiger worden door de IOC 2 soorten erkend. De westelijke koereiger vindt zijn oorsprong in Afrika, maar is flink bezig de rest van de wereld te koloniseren. Zo heeft de soort Amerika al gekoloniseerd en neemt de soort ook goed toe in Europa. Tevens is er de oostelijke koereiger, die voorkomt in Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. In Nederland zelf is er ook een verschil in het voorkomen van de soorten. Zo kun je de grote zilverreiger bijna overal tegenkomen, al is deze op de Waddeneilanden nog relatief schaars. De kleine zilverreiger is daarentegen meer een kustvogel die ook meer in zoutwatergebieden gevonden wordt. De soort wordt wel gezien in het binnenland, maar is zeker in het oosten een erg schaarse soort. De koereiger wordt het meeste opgemerkt in het westen van het land, maar is ook een soort die je niet echt direct aan de kust verwacht. Zoals de naam al doet vermoeden, leeft de soort veel nabij vee en is daarom op de Wadden ook erg schaars. Alle drie de soorten broeden inmiddels jaarlijks in Nederland, al is dat voor de koereiger pas een zeer recent verschijnsel. De grote zilverreiger begon in de jaren 90 voor het eerst met broeden in de Oostvaardersplassen. Tegenwoordig zitten er op veel plekken al kolonies of zitten er enkele in kolonies samen met andere reigers zoals blauwe reiger en purperreiger. De broedpopulatie ligt nu tussen de 300 en 500 vogels. Meer nog dan een broedvogel is de grote zilverreiger een echte overwinteraar met tot wel meer dan 16.000 vogels in de winter. Soms zijn er enorme slaapplaatsen met meer dan 200 vogels, bijvoorbeeld in de Biesbos. De kleine zilverreiger broedde voor het eerst in 1979 in Nederland, maar was daarna weer afwezig tot deze soort ook in de jaren 90 vaker begon te broeden in Nederland. In 2008 werd een voorlopig hoogtepunt bereikt met bijna 200 broedparen. Daarna liepen de aantallen wat terug, maar zijn nu stabiel rond de 70 broedparen per jaar. Het overgrote deel broedt in de provincie Zeeland. Van de koereiger waren broedpogingen in 1996 en 2006, maar beide niet succesvol. Vorig jaar waren er echt 3 succesvolle paadjes in de Auken, een gebied in de Wieden-Weerribben en een kolonie waar ook lepelaars, halsgolvers, blauwe purper en grote zilverreigers broeden. In die kolonie zijn ook wel eens waarnemingen gedaan van kleine zilverreiger en kwakken, maar of deze succesvol waren is mij niet bekend. Wel een echte hotspot voor reigers dus. Dan de herkenning van de 3 soorten. Allereerst de grote. De grote en kleine zilverreiger heten natuurlijk niet voor niets zo. De grote zilverreiger is echt een heel stuk groter dan de kleine zilverreiger. Haast wel 2 keer zo groot. Verder is bij de witte reigers de kleur van de snavel en poten belangrijk. De grote zilverreiger heeft een lange gele snavel. De grote zilverreiger heeft verder voornamelijk donkere poten en tenen. Het bovenste deel van de poten, de tibia genoemd, kunnen wel wat gelig zijn. De poten van de grote zilverreiger zijn ten opzichte van de andere 2 soorten ook relatief lang en steken ver voorbij de staart in vlucht. Tijdens de broedperiode kan de grote zilverreiger ook een donkere snavel en rode poten hebben. De kleine zilverreiger heeft een lange, donkere snavel en heeft ook donkere poten. Echter, het onderste deel van de poten en de tenen zijn opvallend geel. Ook in vlucht is dit kenmerk goed te zien. De koereiger heeft een relatief korte gele snavel, al kan deze aan het begin van het juveniele kleed nog donker zijn. De poten en tenen zijn donker, maar in het broedkleed kunnen deze geel tot zelfs roze worden. In het broedkleed heeft koereiger verder ook oranje veren op de kruin, de rug en de borst. Het grootste probleem zit hem in het determineren van slapende vogels. Het meeste grote verschil zit in de lengte van de nek en de poten.
Als de vogel in bijvoorbeeld hoge begroeiing staat, is de lengte van de poten lastig te beoordelen. En als de vogel slaapt, dan kun je de lengte van de nek ook niet beoordelen. Het juist schatten van de grootte wordt dan lastig. Uitgaan van de op die plek de meest verwachte soort kan helpen, maar daarmee kun je de vogel nog niet met zekerheid determineren. Het enige dat je kunt doen, is wachten tot de vogel wakker wordt. Ben je nu nieuw op het kanaal van de Dutch Birder? Weet dan dat na elke vlog enkele determinatievideo's volgen. Hieronder kun je alvast zien wat de volgende vlog wordt.